In het kader van de hernieuwde organisatiestructuur heeft minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken een werkbezoek gebracht aan Nikeri. In het westen is het startsein gegeven van het project ophalen van lozingen en plaatsen van duikers in Nieuw-Nikeri. Verder is er een onderhoud geweest met het personeel van OW in Nikeri. De bewindsman heeft zich georiënteerd bij lopende projecten. Toen ik kwam als minister zagen we die foto's op tv. Halve meter water, daarna 1 meter water. Toch, dat was geen gezicht. En ik weet, ik denk hoor, dat ik me kan herinneren toen ik kwam als minister voor het eerst bij de DC. Dat ik zeg, dit kunnen wij niet toestaan. Het kan niet dat bij het huis van de regering in Nikeri je zeg maar 1 meter water hebt staan. En dat is het besluit toe geweest. Dat dat project gelijk op de lijst geplaatst wordt. Het heeft lang geduurd, maar dat heeft de directeur CTW uitgelegd. Waarom? Dus ik ben blij dat wij invulling kunnen geven daaraan. En als er additioneel nog werken moeten zijn, dat het probleem volledig opgelost wordt. Dan hoor ik het, meneer Badal. Want dit moet tot het verleden gaan behoren. Toen wij aantraden als regering. De DNA-leden weten het. Hoe zij hebben gewerkt in het district Nikeri. We hebben een schuld van 4 miljard overgenomen, US dollar. Moeten we niet vergeten. Het ministerie van Openbare Werken, het aandeel was 700 miljoen. En ik geloof het is meer dan dat. 1 miljard plus SRD. Dus iedereen wil gelijk als de regering komt dat project uitgevoerd worden. Maar dit moeten we niet vergeten. We komen uit een negatieve put. En we proberen het beste van te maken. En dit is waarom ik die geduld had gevraagd. En in die keer weet ik, de DC weet het ook, heb ik gelijk aan het begin gezegd, laat bedrijven zoveel als mogelijk helpen. Ook burgers helpen. En die ademruimte zal komen. En we zien het vandaag. De regering heeft moeite gedaan. Schuldherschikking. Extra ondersteuning komt. Dus die ademruimte gaat langzaam komen. En weet je wat ik wil zeggen? DNA-leden. Het is belangrijk, deze boodschap moet gedeeld worden. De DNA-leden, RL-leden die hier zijn, moeten dat weten. Natuurlijk had de vorige regering niet verwacht dat wij vandaag hier zouden staan. U weet, voor mijn vertrek vanaf een paar dagen, hebt u gezien wat op social media gebeurd is. De vorige regering had natuurlijk niet verwacht dat we vandaag hier zouden staan voor opening van een project die ze jarenlang niet hebben aangepakt. Hadden ze niet verwacht. Zij hadden niet verwacht dat met 4 miljard die Oost-West-verbinding opnieuw aangepakt zou worden. Hadden ze niet verwacht. Ze hadden zo'n diep gat gegraven voor deze regering. Maar vandaag is die weg opgestart met nul SRD. Hebben we de asfaltering opgestart. Ja, de projecten die uitgevoerd zijn die keren, maar de Badal weet het. Heel veel ondersteuning opgestart. Hadden ze niet verwacht. Wegkrappen Hoekelaar, et cetera. Je weet de projecten die OW doet. Ze komen niet dat ik bepaal of een directeur. De DC weet het. Meneer Badal weet het. In elk district kom ik overleggen met wat wil het volk. Met volksvertegenwoordiger DC. En zo maken we de lijst. En dan ga je zeggen, er zou groundbreaking ceremonie zijn. Start zijn van die wegen. En ik heb gezegd, cancelen. Cancelen gelijk. Ik ben hier niet als minister om show te maken. Geen bier achter. Ja, geen show. Wanneer die weg gemaakt is, dan komen we. Ja. En dan gaan we ervoor zorgen dat een zware delegatie van de regering komt. Toch? Omdat ik serieus ben. Als wij een project starten, ja, je hebt zelf gehoord over 1 van de wegen. En de mensen zijn bezig te meten. Maar 100% komt. Maar wanneer het helemaal af is, dat zullen we komen. Want die grani zullen we daarna krijgen. Maar ik ga geen showdingen geven. Dat is het beleid van het ministerie van OW. Zeker van mij. Zeker met dat soort type projecten. Dus u mag weten, er staan wat asfalteringsprojecten daar klaar. U weet ook dat wat betreft MCP. Het ministerie van LVV, middels een IDB project, dat gedoe van ontwatering op zich heeft genomen. En zo zijn er nog wat contracten. De bouw van de brug van de Corantijnrivier. Vanmiddag heb ik een meeting met Guyana, de minister van Guyana, om te beslissen over het vervolgtraject. Dus u gaat daar later ook goed nieuws over horen. DC, ik wens u veel succes met dit project. Dit project is speciaal bedoeld. Toen ik die situatie zag met mijn eigen ogen, ik zei, dit kan niet.
Toch? Dus houd je een stuk controle erop. Laat me dat zeggen, controle van RR's, BO's wil ik hebben op projecten in Nikeri. En voor ik afsluit, want er zullen aannemers zijn die luisteren. We hadden een watercrisis, een grote schuld, 1 miljoen. Ik hoop dat u begrijpt dat deze regering hier niet is om niet te betalen. Wij zijn er om te betalen. Toch, en we zijn dankbaar dat zij de eerste mensen waren die hadden geholpen. Dus ik vraag nog even geduld daarvoor. We gaan de ruimte creëren en u hoort zeker van mij. Ik heb in december een brief gestuurd naar bijna 1000 of 2000 aannemers. Ik heb een persoonlijke brief van me gehad. En deze groep krijgt weer een persoonlijke brief waar ik dat bevestig.